ik heb echt altijd gedoe met dingen. Ik had... We zijn weer thuis en we zijn gezellig samen aan het lunchen. En we zitten in de auto. Ben ik wil er... Het is woensdag. Ik heb net Sarah naar school gebracht. Mila en Jordan liepen langs. Dus we zijn gezellig met z'n drieën gelopen. Of met z'n drieën, met z'n vieren. En toen ben ik met Georgia teruggelopen. Dus toen heb ik eigenlijk niet meer gefilmd. Want het was een beetje haast vanochtend. Het ging allemaal niet zoals het moest. En dan wilden we een ontbijtje maken. Het ging wat over de grond. En dan moet je dat weer opruimen. Allemaal dat soort dingetjes. Maar goed, ik heb net alleen even 3 drijven in mijn mond gestopt. Dus ik ga ook even een ontbijtje voor mezelf maken en thee zetten. En vandaag korte dag school, dus als ik wat wil doen, zal ik wel moeten opschieten. Echt stom, deze hand voelt ijskoud en deze is echt heel warm. Ik heb weer lekker rijstwafels gemaakt, thee gezet en zo nog even mandarijntjes erbij. Oh, ik heb echt altijd gedoe met dingen. Ik had op een gegeven moment trui besteld. Bij de Bijenkorf. En die zou toen bezorgd zijn op mijn broertjes verjaardag, dus een week geleden. En er stond in de app alleen maar dat hij gewoon bezorgd was. Maar dat was om een tijdstip dat ik bij mijn broertje was. Dus dat kon niet. Toen dacht ik, nou, misschien hebben ze een briefje in de brievenbus gedaan. Nou, dat was ook niet zo. Je hebt soms bezorgers, hier gelukkig niet heel vaak. Maar die het dan in een container of ergens anders stoppen. Dus ik had al overal gekeken, in de tuin, in bakken, noem maar op. Nou, nergens. Burencontact, vooral bij heel veel buren nagevraagd. Waarvan ik weet dat ze wel vaak een pakketje aanleggen of neerleggen. Dan moet ik zeggen dat hier onderling dat altijd best wel heel erg goed gaat in de straat. Dat heel veel mensen altijd voor elkaar aannemen. En anders even appjes sturen, joh, ik heb nog een pakketje liggen. Of even voor je deur staan als je toch geen briefje hebt. Nou, kon ik hem ook wel nergens vinden. Toen heb ik 2 dagen later heb ik gebeld. Van joh, ik kan dat pakket niet vinden. Toen stond ook de DHL-bezorger voor de deur. Daar had ik het ook nagevraagd. En die jongen zei al, hij loopt hier altijd 's ochtends en dit was 's middags bezorgd. En toen dacht ik, ja, het klopt inderdaad. Als hij er staat, is het eigenlijk altijd 's ochtends. Dus hij heeft deze ronde alleen dan. Dus dat was niet bij hem. Nou, dat klopt ook. Dus hij had ook navraag gedaan, maar nou, kon het ook niet achterhalen. Nu had de Bijenkorf dat echt prima opgelost. Maar ik had natuurlijk pas ook die onderzetters die binnenkwamen. En toen zei ik, ik heb nog meer besteld en het komt elke keer in delen. En ook met verschillende leveranciers, terwijl ik 1 bestelling heb. Ik weet trouwens niet wat ik van dit verhaal wel of niet verteld heb. Maar als ik alles vertel, is het een beter verhaal. Dus toen ging ik gisteren kijken, want het andere deel van de bestelling zou later komen. Toen ging ik kijken, zie ik dus opeens dat hij ook vorige week hier ook bezorgd stond. En dat was via de bol.com, maar een externe leverancier. Ook DHL, zelfde tijdstip. Ik denk, maar dat pakket heb ik ook niet ontvangen. Maar dat zag ik dus pas gisteren. En dat was dus 6 dagen daarna. Maar omdat hij iets langer erover zou doen, dacht ik nu, hè, ik heb dat eigenlijk helemaal nog niet ontvangen. Dus ik ging kijken. Maar ik denk, ik had natuurlijk allemaal buren al gevraagd, is er een pakket voor mij binnengekomen? Eigenlijk niet gezegd wat voor pakket, gewoon is er een pakket binnengekomen? Dus daar ligt hij niet. En ik had natuurlijk overal al gezocht naar een doos. Dus ja, ik wist al dat allemaal niet het geval was. Dus ik denk, oh nee, dus ik had gisteren al een berichtje gestuurd. Maar ja, dan gaan ze allemaal kijken. Kijk, bij het Bijenkorf bestel ik heel veel en dan kunnen ze zien dat het gewoon allemaal netjes is en klopt. Maar ja, dit is een externe leverancier. Dus die wil toch wel eerst gaan onderzoeken. Wat ik ook snap en terecht vind. Want mensen maken er tegenwoordig best wel vaak misbruik van. Maar ik heb gewoon mijn pakketten echt niet ontvangen. Dus ja, dan wil ik dat dat opgelost wordt. Nu had ik van de Bijenkorf had ik gewoon netjes mijn geld al teruggekregen. Maar ik had geen e-mail ontvangen. En die zou ik krijgen. Of het pakket dan getraceerd werd of wat dan ook. Dus ik heb net gebeld.
En die e-mail was verzonden, maar die is op de een of andere manier niet aangekomen. Hij stond ook niet in mijn spam of wat dan ook. Die heeft ze opnieuw gezonden. En daarin staat ook dat hij inderdaad dus bij de DHL is kwijtgeraakt. En dat ze met een onderzoek daar bezig zijn, maar dat ik wel gewoon restitutie heb ontvangen. En die heb ik nu natuurlijk ook al ontvangen. Dus ik denk, ja, dan kan ik wel aantonen bij die anderen van hè, dezelfde tijd. Dat kan je zien, dit was de bezorgdheid. Hij is gewoon niet bezorgd. En daar had ik hetzelfde probleem. Maar dan denk ik, oh, waarom nou weer? Weet je, hoe moeilijk kan het zijn om gewoon een pakket te bezorgen? Echt, ik snap dat ze het heel erg druk hebben, zeker nu en alles. Maar ja, mensen besteden er wel hun geld aan, waar mensen hard voor werken. Dus ga daar gewoon netjes mee om. En het moet toch ergens zijn. Die pakketten kunnen niet zomaar kwijt zijn. En ik vroeg nog, omdat dat geld teruggestort was, hebben ze misschien gewoon retour gedaan. Dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Als pakketten niet opgehaald worden, dan sturen ze gewoon retour. En dan krijg je in principe ook gewoon je geld terug. Maar hij is ook niet daar retour gekomen. Dus die pakketten zijn gewoon echt al een week spoorloos. Ja, het waren best wel bedragen. Niet super hoog, maar het ging niet om een euro of zo. Dus ja, heel lang verhaal en ik baal. Want dat was ook nog bij dat tweede pakket. Dat stuurde die wel als het onderzoek is afgerond en het is niet terug te vinden. Ze hebben niet meer genoeg stuks op voorraad en die zijn voor hun ook niet meer te bestellen. Dus ik kan het ook niet opnieuw aanvragen. Dan ben ik het gewoon helemaal kwijt. Dan krijg ik, als ik in gelijk word gesteld, wel mijn geld terug. Er stond wel van, hè, als we inderdaad aantonen dat je het niet hebt ontvangen. Of niet kunnen bewijzen dat je het wel hebt ontvangen. Dan krijg je wel je geld terug. Maar we kunnen het product niet vervangen. Ik denk, ah, en ik was zo hard aan het zoeken naar iets wat me beviel. En ik heb één ding gevonden. En dat is nu kwijt. En ik had letterlijk niks anders gevonden wat ook naar mijn wensen was, wat ik wilde. En ik heb echt lang gezocht erop. En dan is het gewoon weg en dan hebben ze gewoon niet dezelfde voorraad. Maar goed, het wordt een veel te lang verhaal. Ik ga even door met balen. Ik heb echt veel te lang aan de telefoon gezeten. Mijn vrouw was echt super hardig en behulpzaam. En die heeft het ook echt die mail gestuurd en echt allemaal gezorgd dat het er heel duidelijk in stond. Dat ik het echt kan aantonen. Ik kan ook aantonen, juist op mijn vlog, dat ik er echt niet was. Dus het wordt wel allemaal opgelost, maar ik baal. Ik baal gewoon echt. Echt story of my life. Toch nog even een klein beetje wat in huis gedaan. En nu heerlijk in het zonnetje naar school lopen. Ik zat nog te twijfelen, ga ik op de fiets. Maar ik denk, het is zo lekker dat zonnetje. En dan vind ik lopen vaak wel heel fijn. En ik vind dat ook gezelliger met teruggaan. En Sarah die moet zo naar de kapper. Maar we hebben genoeg tijd tussen dat we kunnen lopen. Dat ze gewoon voor mij op de gemak kan eten. Niet helemaal Sarah's gemak, dat duurt wel heel lang. En dat we daarna gewoon ruim op tijd aankomen. Dus ja, even genieten van het lekkere weer. Zo zeldzaam op dit moment. En ik hou er zo van. We zijn weer thuis en we zijn gezellig samen aan het lunchen. En, wat zijn we aan het doen? Disney moet ik aan het luisteren. Ja, we zijn allemaal Disney liedjes aan het luisteren. Aan mijn zakken voor Disney. En we zijn ook onze Disney playlist aan het maken. We hebben allemaal favorieten. Sarah's favorites. All-time favorites. Favorite now en nu Disney favorites. Die staan trouwens ook openbaar. Dus als je het leuk vindt, kan je op Spotify kijken. Dat zijn ook de playlists van Mama Pakka. Dus, en die passen we elke keer aan naar wat onze favorites zijn. Alleen all-time favorites, dat blijft natuurlijk hetzelfde. Dat zijn allemaal nummers die minimaal 10 jaar oud zijn. Dat was voor mij echt wel het minimum. En die ik eigenlijk altijd ben blijven draaien of waarderen. Ik kan het niet laten leren. Ja, die staat er ook op. Maar wel de oude liedjes van haar. Oh, Hurt? Ja, Hurt is ook al 10 jaar oud. En Impossible. Ik ken die mensen, staat er eigenlijk niet op. Maar die vind ik heel erg goed. Maar is het echt een all-time favorite? Nee, ik vind hem wel leuk om af en toe te horen. Maar als alle liedjes die er nu op staan, die zijn me nog nooit een seconde gaan vervelen. Die kan ik al 10, 20, 30 jaar week veel altijd horen. En altijd goed vinden. Dat komt omdat je al 25 jaar bent. Dankjewel, hè? Ja. We zitten in de auto. Ik heb heel erg last van de zon. Ja, het is ook echt een felle zon. Dan vind ik het verder wel lekker, alleen met rijden altijd lastig. Wees blij dat we nog even lekker zon hebben. Goed, we gaan naar de kapper. Dat had ik ook op school. Dan gaat zo een
Ja, best wel een stukje van Sarah haar af, want ze had een tijd geleden een elastiekje en dat zat vast in haar haar. En toen dacht Sarah, nou, dan knip ik dat elastiekje los. Op zich een goed idee. Behalve als je 7 bent en er niet heel goed bij kan. 6. Oh ja, je was toen nog net aan 6. Toen was het begin oktober. Ja. En je motoriek dus nog niet helemaal 100% is. Dus daar ging een hele pluk van Sarah's haar mee. En ik kon echt ik kon het heel goed schrijven, maar nu ben ik kleiner gaan schrijven. En ja, de juf zei, als je nog 1 keer zo netjes schrijft, krijg ik een vulpen. Net zoals Elin, dan ben ik de 2e in groep 4 die een vulpen krijgt. Supergoed. Maar wat ik aan het vertellen was, en jij praat altijd door mij heen. Dus Sarah haar is een beetje ongelijk. En ze zou net voor de verjaardag geknipt worden. Alleen toen veranderden alle spelregels in de winkel. Dus die afspraak ging niet door. En ik had natuurlijk pas de afspraak voor mijn haar. En toen kon ze voor vandaag dus een afspraak maken. Dus nu eindelijk... Gaan we mama's haar weer knippen, waardoor ze helemaal kaal wordt. Je hebt een gekke bui. Maar een maand later gewoon, kan Sarah eindelijk naar de kapper. Oké, dit is Sarah de haar dus nu. Kijk hoe lang het al is. Ja, en het lijkt korter omdat het omhoog krult. Maar het gaat dus wel een stukje korter worden. Zo lang. Ja, het is echt heel lang hoor. Ja. En dit is Sarah de haar nu, dus die gekke lange pluk is weg. Hier hebben we nog wel een plukje wat korter is, maar het valt niet meer zo op nu. En de haartjes zijn mooi gedaan. Ik vertelde vanochtend natuurlijk dat mijn ene pakketje weg was, maar dat wist ik vorige week natuurlijk al. Dus daar was ik mee bezig. Alleen het andere pakket kwam ik vandaag achter dat in dezelfde bezorging niet geleverd was. Maar daar had ik geen melding van gekregen dat toen bezorgd had moeten worden. Daar was ik gisteravond pas achter gekomen. Maar ik had toen wel al een andere trui besteld. Niet dezelfde, want die was er op dat moment niet meer in mijn maat. Want die trui is natuurlijk kwijt. Maar ik wilde heel graag een lange witte trui. Dus nu heb ik deze besteld. Die is van All Saints. Maar als ik nou kijk, twijfel ik of die lang genoeg is. Want ik wil hem op een legging dragen. En dan vind ik het nooit mooi als die te kort is. Maar ik denk als ik hem aan heb dat die zo is. Ik ga dat dadelijk even moeten proberen. Maar ik heb Sarah net op bed gelegd. Dus als ik dat nu boven even met die broek ga proberen. Dan weet ik niet... of Sarah dan ooit nog gaat slapen. Maar zeg, deze wel leuk. Want hier zit ook dat logo heel fijn ingebreid van All Saints. Dus, en hij is wel een beetje opgewerkt. Dat was die ander niet. Anders moet ik kijken. Want soms komen de maten wel weer terug. Dat er of nog een partij binnenkomt. Of dat iemand besteld had. Dubbele maat. En dat het niet goed is. Dus dat houd ik nog wel even in de gaten. Deze ga ik in ieder geval zo meteen dan even proberen, denk ik, als Sarah er ligt. Maar ik heb die broek en die vind ik zo leuk. Maar ik vind met een legging vind ik het leuker als een trui overvalt. En ik heb wel truien die lang genoeg zijn, maar die zijn zwart. En dat vind ik bij die kleur blauw gewoon niet mooi staan. Dus ik vind het ook wel eens leuk om wat anders te hebben. Want dit kan ik natuurlijk ook met andere dingen heel leuk dragen. Dus ik hoop echt dat deze goed is als ik hem aan heb. Fingers crossed. Sarah ligt op bed ondertussen en Marco en ik gaan weer Married at First Sight aan het kijken. Zo stom, Marco vergeet ook hoe het heet en dan vraagt hij het me, maar daardoor ga ik zelf elke keer twijfelen. Maar het heet dus Married at First Sight Australia en hij rolt ook niet lekker mijn mond uit. En ik ben wel benieuwd, want als het goed is gaan er nu weer dan 2 koppels trouwen. Maar soms zie je dus 2 nieuwe koppels. En soms zie je dan bijvoorbeeld opeens de huwelijksreis van bepaalde stellen of zo. Want bij bepaalde stellen had je wel al een stuk meer gezien van ze. En daarna zag je weer alleen stellen die trouwen. Maar ik heb het programma natuurlijk nooit helemaal gezien. Dus ik weet niet hoe dat zich verder opbouwt. Oké, het was wel echt heel leuk. Ja, ik vind het een leuk programma. Nooit gedacht dat ik zo'n programma zou gaan kijken. Trok me nooit, maar ja... Toch ergens wel. Dus we zitten er samen helemaal in. En ik bedacht me net dat ik ben vergeten die trui nog te passen. Maar ik denk dat ik dat morgenochtend dan gewoon doe. Want ik wil nu mijn bed in en ik heb er echt geen zin meer in. En als het goed zit heb ik gelijk een outfit voor morgen. Dus ik ga nu snel lekker mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder.
dan zie ik je morgen weer. Doei doei!